Ik ben Ellen van Fashchick en we gaan vandaag iets heel leuks doen. Samen met Floor, haarstylist. Hi. Gaan we vandaag 3 verschillende haarstijlen laten zien. En zelf ben ik natuurlijk geen expert op dat gebied, maar ik wil wel, als ik naar festivals ga, leuke vlechtjes en dingen in mijn haar. En Floor is echt een koningin hierin. Dus die gaat vandaag even laten zien hoe jij dat zelf ook kunt doen. Ja, dat leek me heel erg leuk. Het festivalseizoen komt eraan. En dan hebben we allemaal zin in een beetje Coachella, messy braiding haar. Ja. Je hebt een hele ruige textuur in je haar. Dus misschien is het leuk om juist een keer op krulhaar te laten zien dat je hele toffe braids kan maken. Ik ben benieuwd. Oké, okay, let's do it. Ja. Nou, voor de eerste look leek het me leuk om te gaan voor een beetje een romantische boho braid. En niks is zo boho als een middenscheiding. Dus het leek me leuk om met de middenscheiding te beginnen. Yes. Nou, en dan vind ik eigenlijk wel dat het niet te precies moet zijn. Dus je kan er gewoon even simpel met zo'n puntkam trekken. En anders kan je het ook met je vingers doen. En wat ik dan aan de voorkant ga doen, aan beide kanten. Een soort van braid naar achter, waardoor het een beetje uit je gezicht is. En dan gaan we aan de achterkant een soort klein kunstwerkje maken van die braids. En dan lijkt het me leuk om te beginnen met een fishtail braid. Of een visgraat, heb je daar wel eens van gehoord? Ja. Ja, dan doe je toch die 2 plukjes zo. Doe je het in plaats van met 3, doe je het met 2, toch? Met ja, zo, wat je dan eigenlijk altijd moet doen is gewoon 1 plukje van de andere kant bij je vlecht pakken. En dan de rest van het haar niet meevlechten. Als je nou niet het haar van Ellen hebt, want krulhaar is uit zichzelf natuurlijk al lekker messy. Dan is het bijvoorbeeld lekker om heel erg te beginnen met een surfspray in je haar en dat even droog te wapperen. Of bijvoorbeeld heel veel haarpoeder. Dan krijg je een beetje dat drogere haartextuurtje van. Dus en makkelijker vlechten. Nou, nu ik een beetje achter op je hoofd gekomen ben, ga ik zeg maar niet meer vanuit de aanzet alleen maar vlechten. Maar ik ga juist meer de staart zelf vlechten. Waardoor die een beetje loskomt van je hoofdhuid. Waardoor er straks ook nog een stukje loshangt. Mag altijd wel in het festivalseizoen extra nonchalant zijn. Ik zal het 1 keer uitleggen wat je eigenlijk doet. Maar je hebt dus eigenlijk 2 plukken. Heel simpel. En je pakt telkens een plukje van de rand van de ene kant. En die leg je naar het midden toe. En dan laat je de rest van het haar gewoon zoals het is. Normaal gesproken, als je een vlecht maakt, dan vleg je eigenlijk de hele pluk mee. En die neiging heb je dan vaak ook bij een fishtail. En dat maakt hem soms een beetje lastig. En nu zie je ook meteen waarom dit de vlecht is die het meeste tijd kost. Nou, het is nu bij sommige vlechten heel erg cool om onderin geen elastiekje te gebruiken. Wat je dan kan doen is een klein beetje dust pakken. Dat is een soort van hele stevige haarpoeder. Die onderin erop te poederen. En dan even zo te wrijven. En dan blijft je haar eigenlijk gewoon zonder elastiekje zitten. Maar omdat ik hier nog straks een klein kunstwerkje van ga maken, vind ik het nu iets veiliger om hem wel even met een elastiekje te doen. En dan kan je of kiezen voor een transparant elastiekje, als je hem niet wil zien. Maar ik vind het bij een festival juist heel cool om dan je elastiekjes wel te laten zien. Dus even iets rebelser. Ik kies nu voor wit. Cool bij je trui. Nou, zodra het elastiekje erin zit, kan het haar in je vlecht eigenlijk geen kant meer op. En dan begint het feestje. Want dan kun je aan de lussen gaan trekken. En dan kun je op een gegeven moment zo'n fishtail bijna onherkenbaar mooi uitwerken. Dat je bijna niet meer ziet dat het een fishtail is. En dat vind ik altijd wel interessant. Vooral op zo'n festival, dat het gewoon een soort van braiding artwork op je hoofd wordt. Nou, voor mensen die niet zo stevig haar hebben als Ellen, kun je hier nog een beetje dust op doen. En dan mooi uitwerken. Nou, aan de andere kant wilde ik ongeveer hetzelfde gaan doen, maar omdat aan 2 kanten precies hetzelfde misschien een beetje saai is voor een festival. Ja. En festivals all about haaraccessoires zijn, dacht ik, laten we ons eigen accessoire maken. En je bent nou zo sugar macaron sweet gekleed. Laten we lichtroze katoen gebruiken. Ja, en dat superleuk. Gaan we meevlechten in je haar. Ik leg hem eigenlijk gewoon in een van die plukken neer. Wat ik nu aan het doen ben is zeg maar het meevlechten in je haar. Ja. Maar je kan ook losse vlechtjes maken en hem dan eromheen wrappen. Het blijft alleen iets minder goed zitten. Dan moet je ook echt oppassen als je je haar gaat wassen. Zeg maar. Ja. Ik pak hem nu in 1 plukje mee. Dus ik heb nu 1 touwtje erin. Maar je zou ook kunnen zeggen, als je dus met 3 strengen vlecht, dat je dan 3 touwtjes erin doet. Dan valt het nog meer op. Nou, dan ben ik weer aan de achterkant terechtgekomen. Dus nu gaan we weer het hoofd verlaten, waardoor het weer een losse vlecht wordt. Als je het elastiekje erin hebt gedaan, dan kun je daarna het touwtje afknippen. Maar ik vind het altijd juist wel leuk om die gewoon lang te laten hangen. Dan krijg je nog iets meer dat festival gevoel van. Dus heb je 2 verschillende fishtail braids. En om het wat interessanter te maken en om ervoor te zorgen dat dit gedeelte een beetje dicht wordt, ga ik ze naar elkaar toe brengen en nog een 3e pluk toevoegen. Waardoor de 2 braids en die extra pluk weer een nieuwe vlecht worden.
Daarvoor pak ik een steekspeldje. En hiermee kan je eigenlijk hele bewegelijke looks maken. En die ribbeltjes zorgen ervoor dat je niet zo snel wegglijdt. Dus ik pak de vlecht en ik duw hem een beetje dubbel. Pak die van de andere kant erbij. Dan pakken we nog één klein plukje. Dat wordt ons derde plukje om mee te vlechten. En dan gaan we gewoon een klassieke drie strengen vlecht doen. Eén streng wordt ons touwtje met één pluk haar. En die andere twee strengen zijn je fishtails. Dan doen we gewoon de klassieke vlecht. Dus telkens het buitenste plukje naar binnen toe. Totdat we niet meer verder kunnen. En dan besluit ik hier om een transparant elastiekje te doen. Want die mag van mij wel wegvallen. We hebben nu wel genoeg details. Dan krijg je eigenlijk een soort van hele coole, maar ook wel cute dreadlock. En klaar is je boho pretty pink festival dreadlock. Voor een volgende look gaan we voor een messy braided bun. Want een knotje is natuurlijk altijd heel fijn als je op een festival bent. Dan is al je haar eens een keer uit je nek en uit je gezicht, kan je lekker bruin worden. Ja. Maar we willen natuurlijk niet een saaie bun, dus het wordt iets heel bijzonders. En we gaan van beneden naar boven braiden daarvoor. En daarvoor zet ik even je haar aan de kant. Dus dan maak je gewoon een scheiding over het midden van je hoofdbeen tot aan de oren. En dan zet je dat even weg, om het wat makkelijker te maken. Nou, dan heb je je eerste bun al. Nee. Ja, klaar, zo. Succes! Omdat festivals helemaal van de versiering zijn, leek het me leuk om met gekleurd elastiek te werken. Dit is een okergele. En het leuke van gekleurd elastiek is dat elastiek is elastisch. Dus je vlecht wordt er ook een beetje elastisch van. Nou, inmiddels hang je ondersteboven, Ellen. Ja. Is je moet er wat voor over hebben. Het is ergens goed voor. En dat is omdat we van beneden naar boven een vlecht willen maken. Waardoor je dus niet gewoon een knotje hebt, maar iets heel bijzonders. Dat als je voorbij loopt, er dan nog een soort van cadeautje in de achterkant zit. Zetten we even één gedeelte aan de kant, want we gaan het in twee verschillende vlechten doen. Dan gaan we hier werken. En dan kies ik voor een klassieke in vlecht met drie plukken. En in twee van de drie plukken ga ik een touwtje mee vlechten. Het invlecht werkt eigenlijk zo dat de buitenste twee plukken altijd het werk doen. Dat is ook handig tegen jezelf te zeggen, zodat je dan de kluts niet kwijtraakt tijdens het vlechten. En dan pak je telkens als je je buitenste naar binnen doet nog een plukje erbij. Je vlecht dus helemaal tot aan de scheiding. Als het klotje dan wat lager zakt, dat er dan nog steeds wat te versieren over is. Je vlecht ook weer helemaal af tot aan het einde. Waardoor we straks deze uiteinde kunnen gebruiken om een klotje van te draaien. Dus uiteinde kies ik voor een geel elastiekje. Ook hier is het leuk om even op te zoeken waar die gele stukjes zitten. En die lusjes een beetje uit te trekken. Lijkt je haar weer vol ervan, dus dat is straks lekker voor de knot. Nou, nu lijkt het alsof het niet goed komt met je, maar het komt goed. Hou de voorkant in. Zo. Nu pakken we eigenlijk al het haar lekker losje bij elkaar. Tot ongeveer je kruin. En daar ga je twisten. Dan heb je dus die vlechten van de achterkant er ook bij zitten. En al twistend maak je er een soort van knotje bun van. Ik vind het altijd wel leuk als er een uiteinde een beetje lospiept. En wederom met een steekspeldje. Die steek je eerst in tegengestelde richting. Dan steek je hem vast. En dan kun je in je knotje weer een paar leuke lustrekken. Een paar lusjes lostrekken. Nog een UV-filtertje voor de zon. En off you go! Nou, voor de volgende look wil ik heel graag gaan voor een basket braid. En dat is een soort van mandje wat je dan vlecht op je hoofd. En het voordeel daarvan is dat je die heel goed kan dragen vanuit een zijscheiding. Veel meiden vinden dan toch wel fijn dat als ik dan op een festival ben, dat het toch nog een beetje sexy is. Dus dit verandert niet zozeer hoe je haar eruit ziet, er zit alleen een versieringje op. En het leek me wel leuk om nog een soort van hidden braid te doen. En dan hieronder nog een tof soort van mini dreadlockje. Om te laten zien dat alleen dat ook heel leuk kan zijn. En daar gaan we een heel heftig elastiek in mee vlechten, zodat het wel lekker funky wordt. Hoe klinkt dat? Heel goed. Goed, heel toch? Goed. Klinkt heel gezellig. En voor veel meiden is dat ook gewoon genoeg. Dat je gewoon los haar hebt en dan onder in je nek een braid. Dan
ja, dan heb je toch een versieringje, maar kan je gewoon als jezelf gaan. Sommige mensen willen nou eenmaal graag het liefst gewoon los haar. En dan kan je hem verbergen op het moment dat het nodig is. En als je toch denkt, we willen wat meer laten zien, kan je je haar alsnog omhoog doen. Nou, even voor de leuk. We gaan nu voor een vierstrenge vlecht. Die ziet er dan net even iets ingewikkelder uit dan een driestrenge vlecht. Dat is wel leuk. En dan ga ik voor een bolle. En die ziet er eigenlijk uit als een soort van kabel. Wat dan eigenlijk de truc is, is dat je telkens het meest buitenste plukje pakt en die over het midden heen legt. Je kunt het natuurlijk ook doen zonder iets mee te vlechten. Maar met je extra plezier. Het is nooit weg. Festivaletje. En de knip ik even af. Dan zie je eigenlijk dat, omdat het een kabeltje is, die van alle kanten precies hetzelfde is. Het heet dus de ronde vierstrengenvlecht. Dus alleen dit als festivallook zou ook al heel cool kunnen zijn. Oh, dit is leuk. Cool, hè? Ik heel leuk. En die kun je dan zeg maar los laten hangen, maar het is ook heel tof als je dan je haar omhoog doet, dat je dan zo'n vlechtje in je haar ziet. Dus dat is heel cool. Voor de basket maak je een zijscheiding. Hoeft trouwens niet, maar is wel heel leuk. Hoeft weer niet te precies te zijn. En dan maak je eigenlijk vier kleine staartjes. Dat doe je even met een stukje. Nu maak ik gewoon vier losse plukjes in mijn haar. Vier losse staartjes. Staartjes. Oh, ja. Vier mini staartjes. Ja. En nummer vier. Dus vier staartjes op een rij. Die je ook weer makkelijk terug kan vinden. Nou, wat we nu gaan doen. En misschien weet je dat nog wel van school van vroeger. Dan deed je dat met papier. Is dat je dan horizontale stukjes haar pakt. Vroeger dan papier. En die ga je dan over het eerste plukje heen doen wat je tegenkomt, onder de tweede door, over de derde en onder de vierde. En omdat je het wel horizontaal moet houden, zet je die dan achter even met een klemmetje vast. Pak ik een nieuw plukje. En ik ga het precies het tegenovergestelde doen. Dus waar die net er overheen ging, ga ik die nu eronder door. Waar die net eronder door ging, gaat die nu eroverheen. Die hier weer onder door. En daar weer overheen. En omdat die achter horizontaal moet blijven, even draaien, is het wel leuk om daar dan een soort versieringje van te maken. Dus ga ik hem met een plukje van de andere kant een klein vlechtje geven. Waardoor je er geen omkijken meer naar hebt, maar die plukken wel mooi horizontaal blijven. Transparant elastiekje, dat je niet de aandacht hoeft te trekken. Zo, en dan haal ik de zwarte elastiekjes eruit. En there you go, festival hair pur sang. Heel leuk. Nou, met deze look sluiten we onze festival hair looks af. Nou, wat we tot nu toe gezien hebben is de meer boho middenscheiding dreadlock braid. Toen zijn we voor de braided bun gegaan en we zijn afgesloten met de basket braid. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik vind het in ieder geval heel erg geslaagd. Ik ben heel erg benieuwd ook naar de foto's, want ik kan het zelf nu niet zo heel goed zien. Maar het voelt voelt als een kunstwerkje op mijn hoofd. Eigenlijk voelt het dus alle drie als een soort van kunstwerkjes op mijn hoofd. Dus Floor is wel volgens mij master in braids. En wil je meer haarinspiratie en tips, dan kan je natuurlijk ook even Floor haar gastblog volgen op fashionchick.nl. En wij zijn sowieso heel erg benieuwd, want dit is ons eerste filmpje. Of je andere leuke haartutorials wil zien. Of laat het ons vooral even weten hieronder wat je van deze in ieder geval festival inspiratie vond. En wat ik zelf erg leuk vind zijn eigenlijk de touwtjes. Dat vind ik echt een hele leuke ingeving van Floor. Daar ben ik erg blij mee. Klik op het duimpje als je het een leuk filmpje vond. En abonneer je op het kanaal van Fashion Chick. Want volgende week zijn we weer met hele leuke filmpjes. En we blijven ook heel veel leuke haarfilmpjes maken met Floor. Dus tot de volgende keer weer. Oké, doei!